Hallo, mijn naam is Sietse Huisman en welkom vanuit Studio Hitfabriek de Giekerk bij de enige en echte online drumshow Drumpraat. Vandaag heb ik een fantastische mooie jonge gast uit Amsterdam, Emmanuel Afrije. Een fantastische drummer uit de Amsterdam scene en we gaan nu even met hem kennis maken. Hey man, fijn dat je er bent. Te gek. Zeker, leuk. Vertel eens, wat ben je eigenlijk allemaal mee bezig? Wat doe je? Nou, ik speel momenteel nu voor Kenny B, Jana Vreese Frenna, Aap Freak, een hele goeie, want we reizen heel vaak met Aap Freak. En ja, ook ben ik gewoon bezig met merchandise, dus Stick to Your Dreams. Voor de rest ook gewoon evenementen plannen, dat is ook wel wat ik doe. Dus best wel druk. Kijk, te gek man. Nou, we gaan beginnen. Yes. Hey, die drumset van jou, je hebt echt een hele specifieke sound, hè? Die past ook echt te gek bij jouw manier van spelen. Zeker. En hoe heb je dat ontwikkeld en hoe stem je dat? Hoe zit dat? Nou, ik kijk vaak naar Amerikaanse drummers. En een van ze zijn Kevin Rogers. Hij is een hele goede drummer, hij heeft me echt gemotiveerd. Dus ik kijk echt naar al zijn kleine details die hij doet, zeg maar, qua hoe hij speelt, hoe strak hij speelt. En hij heeft heel veel gospel chops, dus dat steel ik ook een paar dingen van hem. Ja. Voor de rest ook zijn tuning is, ik kijk vaak naar één video van hem die hij heeft opgenomen voor Mino. En dat pas ik aan in mijn drums, in mijn tuning. En het klinkt perfect, hoe hij het tunt. Maar doe je iets speciaals, want je hebt heel veel damping ook? Je vloer ook vooral. En wat je hebt een Bubinga set, hè? Ja, ik heb een Bubinga set. Op zich, bij mij is het gewoon echt. Ik wil precies dezelfde toon hebben net als wat hij heeft. Dus ik kijk echt naar wat hij doet. Hij had een video waar hij ook gewoon een klein beetje uitlegt hoe hij tunt. Ja. Zeg maar, vuist erop en een beetje hier en daar schroeien. Tot je die deukjes niet meer ziet. En voor de rest gewoon kijkwerk hoe hij het doet. Verder heb ik niet echt een hele technische way of doing it, maar voor de rest, ik kom er uiteindelijk wel uit voor de tuning. Maar is het wat je altijd gebruikt voor elke show, elke artiest waar je voor werkt? Ja, ik heb nu 3 sets. Dus ik heb een Hyperdrive, Superstar Classic en deze. Deze is pas nieuw, dus deze is nog niet naar buiten gegaan. Dus maagdelijk. Dit is nog niet, dus niet veel mensen weten van deze. Maar wel van die oranje, die heeft heel veel podiums gezien. Ja. Dus, ja, te gek. Mm-hmm. Gek. Ja, ik heb eigenlijk een Walnut. Oké. Okay. Dat is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde setup vandaag. En ik maak soms wel echt, zeg maar, ik hou vaak van een open sound. Oké. Ik gebruik wel iets van damping, om de toon, zeg maar, enigszins te controleren, zeg maar. Maar ik wissel qua opstelling ook heel vaak bij het project of de artiest waar ik mee werk, of het project wat ik op dat moment doe. Want dit is eigenlijk wel een beetje de voor mij meest gangbare setup eigenlijk. Maar het is een mooie ik ben er wel blij mee. Wat voor vellen gebruik je dan? Ik gebruik Remo. Remo Emperor Clear boven en onder Ambassador Clear. Oh. En jij wat? Ja, ik heb Evans. Evans heb ik en een E-Mat op de bassdrum. Oh, want ik hou wel van een beetje lekkere droge sound. Nice. En ik heb wel veel geëxperimenteerd hoor, met vellen en ik wissel ook wel eens hoor. Soms als ik echt meer open sound wil hebben, dan gebruik ik ook wel eens andere types. Maar ik ben hier echt buitengewoon tevreden over. G2 op de snare, ja dat is een beetje zelbaar, Remo en Bessen erachter ook. Ja, maar... En EQ 4, ja mooie sound, kijk. Welke snare is dat? Ja, dit is een Superphonic, dus een aluminium snare. En dat ding, dat is een geweldig ding, want je kunt er echt heel veel kanten mee op. Ja, het is een heel multifunctioneel mooi ding. Ik gebruik ook wel eens mijn houten snare, mijn Walnut. Mijn Tama Star Walnut snare, die is ook erg vet. Maar dit is toch wel een snare die echt wel tot mijn favorieten behoort. Nice. Wat heb jij dan? Ik heb een SLP. Een SLP 13 inch. Oh, kijk. Dus, ik was gelijk verliefd omdat... Het heeft gelijk een strakke sound. Ja. Daarvoor heb je in mijn genre, zeg maar voor Frenna en al die dingen, heb je deze snare echt nodig. Ja. Daarnaast heb ik ook een Metalworks.
Dat is mijn allereerste. En die heb ik nu even in de studio bij Kenny B. Maar voor ik gebruik deze het meest nu. Live ook? Hoor. Live ook, ja. Live. Laat eens horen. Wat maakt het zo te gek voor jou? Wat vind je echt zo vet aan die snare? Echt gewoon, kijk. Ik hou van strakke sounds. Echt, het past ook gewoon bij alle artiesten waarmee ik speel. Gewoon heel strak. Dus daar hou ik van. En veel vrienden van me zeggen altijd, mijn snare is te strak. Maar dit is gewoon hoe ik ben, dit is mijn sound. Dus... Ja, maar dat is te gek. Dat is vet. Ja, man. Dus ik ben echt verliefd op deze. Ja. Ja, deze is, je kunt heel veel kanten ook op met deze snare. Hij is vaak ook, het mooiste is, ik gebruik ook wel een beetje damping nu. Ja. Kijk, als ik die eraf haal, ik heb zo'n, dan heb je iets, heb je veel meer toon. Ja. Maar het is gewoon ook, ja, dan kun je ook. Of een klein beetje damping erop. Ik hou van dat. Ik vind dat het mag wel klank hebben. Yeah, weet je? Dus yeah. Zie, dit is misschien iets meer bruikbaar voor poppy dingen. Maar gewoon qua tuning ook. Ik wissel heel veel hoor. Als ik bijvoorbeeld met Wilke Alberti speel of zo'n artiest, dan heb ik hem niet zo punchy als nu. Dan heb ik iets meer. Heb ik hem iets rustiger. Yeah, yeah. Dat je natuurlijk heel veel met brushes moet spelen dan. Dus dan is ja, de sound pas ik. Ja, is dan wel bepalend voor die stijl van muziek ook natuurlijk. Dus het geldt voor jou ook. Ja, zeker. Maar vet. Zeker, nice. En je doet ook vette dingen met je bassdrum. Heel veel fills die je speelt, van die gospelchop dingen. Dan heb je die bassdrum heel vet geïntegreerd. Hoe heb je daaraan gewerkt? Ik kom uit een omgeving waar ik, nou zeg maar, in de kerk heb ik heel veel vrienden die zeg maar heel veel doubles oefenen. En eerst was ik niet zo'n persoon die gelijk op de drums wilde gaan, maar ik was aan het observeren. En dan film ik het, ga ik het thuis oefenen. Dus pas wanneer ik het onder controle heb, dan ga ik het aan de wereld laten zien. Maar bij mij was het gewoon van, eerst was het echt moeilijk, want ik probeerde het echt zo te oefenen. Dit was de oefening die ik deed. Ik had geen geduld, want ik weet... Als je iets perfect wil doen, moet je echt wachten, geduld hebben, op een rustige tempo doen en dan komt het wel. Dan bouw je het gewoon op. Ja. Dus de metronoom zet je steeds meer en meer en meer. Dus eerst begon ik gewoon... Echt gewoon een maand lang, gewoon op dezelfde BPM, 80. Mm. En dan bouw ik het steeds op. En dan word ik er gewoon gewend. En dan, ik gebruik bijna bij allemaal veel gewoon doubles. Gewoon met één oefening en dan varieer ik gewoon. Ja. Dat gebruik je heel veel? Ja. In iedere veel komt het erboven. Het is echt bijna mijn signature veel, bijna. Ja. Maar dat was echt gewoon iets voor mij. En heb je dan ook andere patronen die je dan toe kunt passen? Ja, dus bijvoorbeeld, bij mij, ik hou van variëren. Dus dit is de oefening. En als ik het nu anders kan doen, dan ik bijvoorbeeld... Dan vind ik het ook weer heel anders. Ja, precies. Snap je? Dus dat doe ik dan meer ook. Dus ik varieer ermee, dan klinkt het wat anders, maar uiteindelijk is het gewoon hetzelfde. Ja. Ja, het is zo de coördinatie en orchestratie van de film die uiteindelijk het spektakel biedt, zeg maar. Ja. Nou, ik heb ook wel eens, ik doe dat soort dingen dan ook wel eens, maar wat echt super vet werkt is altijd als je bepaalde flam dingen gaat gebruiken. Ja, dus zelfs als dit gelijk is, weet je, dan kun je dus de flam steeds verder opentrekken. Dus als je dan die 2-om-2 doet wat jij doet, dus dan doe je... Dus... Dat idee van jou dan. Nice. En dan heb je, als je dan de flam opentrekt, dan wordt die steeds gruiziger en gaver eigenlijk. Dus kijk, dan kun je ook wisselen met links, rechts natuurlijk, maar dan heb je dus eigenlijk... Dus dan maak je hem steeds verder open. Dus dan kun je echt hele vette shit doen. Dan doe je bijvoorbeeld...
Dus dan kun je eigenlijk gewoon door die flam meer open te trekken. Ja. Heb je eigenlijk gewoon ja, hele gave effecten. Nice, nice. Ja. Ja, precies. Nice. En dan ook met links, hè, dat je de flam. Dat je dus die variaties kunt maken, kun je hele vette dingen doen. Ook vooral als je bijvoorbeeld, dat is ook te gek toe te passen bij, dat doe ik dan ook met, als je bijvoorbeeld shuffle speelt of ja, zo, weet je. En als je dan ook, als je dan doet dan. Die gebruik ik ook vaak, ja. Ja, nice. Dat is, dat die ding is ook. Nice. Ja, vet. Hey, even over jouw opstelling, hè. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Heb je altijd zo gespeeld? Is daar een specifieke reden voor? Want je hebt de Toms heb je ook heel recht staan, hè? Ja, ik vind... En je zit vrij hoog. Zeker. En wat is dan voor jou het voordeel en de gedachte daarachter? Bij mij, ik wil gewoon alles goed kunnen raken. Want het is voor mij was eerst een puzzel. Hoe moet ik het zetten? Was vaak bij, in de kerk was het niet echt bepaald een drums die je echt blij van werd. Dus het was altijd hoog of... Ja. Dus ik heb uiteindelijk gewoon... Met mijn eigen kit gewoon geëxperimenteerd van oké, wat is nou perfect voor mij? Hoe kan ik, zit ik ook recht? Kan ik alles goed slaan? Dat is gewoon bij mij. En ook bijvoorbeeld wanneer ik de snare sla, ik sla best wel hard. Dus vaak gaan mijn stokken snel kapot. Dus het was echt van hoe ga ik alles goed zetten zodat het gewoon redelijk kan raken en goed. Normaal is dit niet mijn opstelling. Vandaag heb ik het gewoon zo gedaan. Ik heb normaal ook een 8 inch. Oké. Okay. Dus 18. 12 en 16. Ja. En bij deze kit heb ik ook een gong. Dat is een grote gong hier. Ja. Dus dat ga ik dit jaar ook heel veel gebruiken. Natuurlijk. Dus, het is gewoon een basic voor nu eventjes. Ja, vet. En is dit ook jouw opstelling? Of, Ja, ik pas eigenlijk... Kijk, vroeger nam ik altijd veel meer mee. Maar ja, ik ben eigenlijk door die jaren heen mijn drumstijl echt aan het tweaken zoals ik het nodig heb. Mm. Dus als ik bijvoorbeeld met Willeke Alberti speel of zo, dan gebruik ik meestal voor de kleine dingen een 10 en 14 floortommetje. Okay. Of een 10 en 16 soms. Dit is eigenlijk de standaard setup. Ik heb ook wel nog een extra floor eventueel inderdaad, hè, vast met mijn fusie dingen en dan wat toeters en bellen. Ja, ik speel eigenlijk nooit in dezelfde opstelling. Ik heb wel, wat voor mij wel van belangrijk is, ik bedoel, ieder mens heeft een andere lengte en een omvang. Dus je hebt wel, de ergonomie is natuurlijk super belangrijk. Dat je overal goed bij moet kunnen. En dat je inherent aan de stijl en de manier van spelen, dat je gewoon optimaal je drumstijl opstelt. Ja. Dus niet een bek op een kilometer hoog, maar gewoon dat je er gewoon goed bij kan. Precies. En dat geldt natuurlijk voor jou ook. Maar qua opstelling is dit is wel fijn. Gewoon, dat vind ik momenteel wel echt wel de vetste. Het is gewoon een vijfdelig kitje. En ja, ik pas het dus aan wat ik nodig heb. Nice. Ik varieer natuurlijk ook vaak met snares. Dat vind ik wel fijn. Dit is wel mijn favoriet. Maar ik pak ook af en toe gewoon wel mijn Star Walnut snare erbij. En ik heb in mijn studio, ik heb thuis een studio, daar heb ik dan nog een Bubinga set staan. Okay, nice. En die kan ik ook op dezelfde manier gewoon tweaken, weet je wel, qua sound en qua wat ik me nodig heb voor opname. Ja, vet. Leuk. Hey, die stokken hè, van jou, wat gebruik je daar? Kijk, normaal gebruik ik een nieuwe lijn van Minor, 5A Extreme. Ze hebben een stokkenlijn, maar nu, omdat het... Ik heb heel veel stokken besteld, maar ze zijn allemaal kapot gegaan. Dus ik wou normaal eigenlijk met die spelen, maar ik speel normaal gewoon met een Extreme. Dus extra lang 5A. Ja. En dat heeft mijn ook, dus daarom heb ik het liefst. En ze spelen heel goed, maar deze spelen ook gewoon goed. Ik hou van lange stokken. Ik weet niet waarom, maar ik denk gewoon meer omdat ik meer grip wil hebben hier zo achter. Bij 5A kan ik niet meer... ik kan niet meer met 5A spelen, puur omdat... Ik altijd zo speel dan. Dan zie je een spatie hier zo. En dat wil ik niet bij mijn pinky. Okay. Dus ik wil echt gewoon comfortabel kunnen slaan. En met die 5A Extreme is het voor mij gewoon perfect. Gewoon. Hmm. En jij gebruik jij? Ja, ik heb Regal Tips 9A Maple. Ik heb jaren 15 met 9A Hickory gespeeld. Okay. Onverwoestbare stokken. Ja, en... maar op een gegeven moment dacht ik van ja, het voelt me een beetje, het voelt niet goed meer. Yeah. Toen ben ik gaan zoeken en toen kreeg ik per ongeluk dus die maple stok. En toen dacht ik, ja, dit is fantastisch. Dit voelt als een pantoffel, joh. Echt, dit zit als een pantoffel. Geweldig.
heel licht, maar toch ook de omvang van die 9A. Ja. En het enige nadeel wat deze stok heeft, is dat ze vrij snel breken. Maple, ik met die hickory, ik brak nooit een stok. Maar bij deze vliegen ze vaak als bosjes. Dat is wel eens een dingetje, zeg maar. Maar ze spelen fantastisch. Ze spelen echt fantastisch. Een hele fijne stok. Maar goed, de stok is natuurlijk heel specifiek. Precies. Dat is ook een vraag die veel mensen wel eens stellen. Van wat is nou de perfecte stok? Perfecte ja, ik zeg stok. Ja, het heeft te maken met heel veel dingen natuurlijk. Het formaat van je hand, hoe je gebouwd bent als het ware. En dat moet gewoon goed fitten. Klopt. Ja. Dat is waar. Ja, vet. Hey, ik heb nog een vraag over jouw bekkers. Ja. Waarom gebruik je deze setup? En wat is het? En hoe pas je dat toe ook in jouw muziek? Want je gebruikt ook die, dat mooie effectapparaat. Die gebruik je bijna als een soort snare ook. Ja. Kun je dat eens laten horen, hoe dat zit? Nou, hele fijne sound. Ik gebruik dat heel vaak bij Frenna en John Fraser. Laat eens een stukje horen. Bijvoorbeeld, normaal is hij strakker. Even strak. Dus dit gebruik ik heel vaak omdat ik echt dicht bij de sound wil komen. Want het is echt hun liedjes. Ik kan dit heel vaak toepassen aan hun liedjes. En ja. Het is gewoon fijn om dat te spelen in plaats van een snare bijvoorbeeld. Dan misschien later, wanneer we echt opbouwen, dan gebruik ik gewoon mijn snare. Maar voor de tussentijd gebruik ik echt vaak deze. Ja, je dubbelt hem ook wel eens, hè? Ja, klopt. Dus. Klinkt echt goed. Echt een fijne HCS van mij nog, 16 inch. Echt een hele fijne. Voor de rest, je ziet echt dat ik specifiek ben geweest op mijn hele set. Over mijn cymbals. Ik heb echt goed geluisterd online. Wat bij mij gaat passen bij alle artiesten. En net als ik ben uit dit gekomen. Normaal is het meer. Daar heb ik een 18 en nog een 18, 16. En dan zeg maar effecten hier zo, zeg maar. Deze. Normaal is er meer van deze dingetjes bij. Ik hou van speciale dingen. Ja. Dus normaal is er meer, dan klinkt het wat anders. Dus ja, dat is mijn setup een beetje. Normaal heb ik ook het is een 6. Ja, 6 inch plus. En dan heb ik ook nog een 10 erbij. Ja. Dus om een beetje urban, een beetje mooier bij te doen. Effecten. En wat is de reden dat jij je bekken eigenlijk een beetje gekanteld hebt? Ik voelde die aan. Cool. Ja. Ik ben naar een drumkliniek gegaan van Chris Coleman. Ja. En dat was een hele speciale. Dat was volgens mij voor mij de beste drumkliniek die ik ooit ben gegaan. Hij heeft het gewoon uitgelegd. Want af en toe wanneer je speelt, en dat is echt waar. Wanneer je speelt, dan... Wanneer je vaker wil slaan, zeg maar, je crash wil slaan, dan komt hij vaak niet terug. Dan, of hij, wanneer je hem slaat, dan raak je hem... Niet precies hoe je hem wil raken op dezelfde power die je wilt slaan. Dus heeft hij gezegd, als je het een beetje kantelt, komt hij terug. Dus dan gaat hij alleen draaien. Dus hij blijft gewoon is het gewoon beter. En ik heb het geprobeerd bij mijn laatste gigs. En het lukt gewoon. Het is gewoon die effect van hoe hij het heeft uitgelegd. En waarom hij dat heeft gedaan. Ik heb wel geholpen bij al mijn gigs. Dus... Daardoor ben ik gewoon vastgebleven bij dit. Oh. Dus het is wel iets wat me heeft geholpen bij mijn gigs. Ja, vet. En jij? Ja, ik heb hier een aantal K's van Silgen. Hybrids. Ja. Ik heb hier nu een 10-inch splash van K, maar ik gebruik ook wel eens een 8. Okay. En ik hou van een ride die toch enigszins droog is. Dat vind ik prettig. Ik heb hier twee van. Twee uit dezelfde serie, maar ze klinken totaal anders. En een mooi effectbekken. Deze wordt helaas niet meer gemaakt. Dus ik ben een van de laatste die hem heeft. Maar ik heb ook vaak een China met een dingetje. Dit is gewoon te gek ding ook. Nice, gewoon voor als je groove speelt. Een beetje heavy, weet je wel. Dus dat is wel, dat vind ik wel een heel vet dingetje. Of gewoon in een veel. Altijd vet. Dus mooie effectbekkers. Ja, en qua opstelling, ik heb altijd toch een vrij ergonomisch. Dus het een beetje naar me toe kantelen ook. Dat je qua hoek
ook mooi uitkomt. Dus niet te hoog, niet te laag. Ja. En dat je makkelijk overal bij kan zijn en zo, dat is wel, fijn. Heel nice. Ja. Ja, cool. Ja, leuk. Nou, vet. Nou, fijn om even met elkaar even te kletsen. En weer mooie dingen gezien en gehoord. Kom, we gaan spelen. Ja, zeker.